Hallo, in deze film laat ik zien hoe ik met huidskleuren werk. Hier begin ik met de Yellow Ochre C050 van de Colorsoft van Derwent. Ik breng een lichte laag op. Kijk hoe ik mijn potlood beetpak. Ik hou hem dus heel lang beet, zodat ik heel lichte druk kan geven op mijn potlood. Op deze manier breng ik laag over laag aan. Ik werk dus van heel licht en steeds lagen opbouwen. Met deze Yellow Ochre breng ik hier en daar al wat schaduw aan. Waar ik denk schaduw te zijn, breng ik iets meer Yellow Ochre aan. Maar ik blijf nog steeds heel licht werken. Dat je wat streepjes ziet is niet erg, want er komen heel veel kleurlagen overheen. Maar probeer enigszins zo egaal mogelijk kleurverloopjes te maken door meer drukverschil te brengen. Je ziet, ik pak mijn potlood nu wat dichter bij de punt beet, zodat ik wat meer druk kan uitoefenen. Blijf variëren met je grip op je potlood. Je ziet, ik ga meerdere lagen over mijn gezicht heen. Liever meerdere dunne, zachte lagen dan in één keer te donker. Dus laag over laag, nog steeds met die ene Yellow Ochre C050. Nu ik tevreden ben met de gele laag, neem ik de Bright Pink C200 en ga daarmee overheen. Begin ik weer met dunne lagen de kleur aan te brengen. Dit zijn de eerste stappen om de huidstoon te maken.
Ook met deze Bright Pink C200 breng ik laag over laag aan. En varieer ook weer met de yellow. Dus ik wissel ze af. Dan weer met de okergeel. Dan weer met de Bright Pink. En zo ga ik net zo lang door totdat ik tevreden ben over deze kleurlaag. Ik bouw de lippen op met Bright Pink. Eerste kleurlaag. En let op, de bovenste lip is altijd donkerder dan de onderste lip. Dus op deze manier geef ik daar al een beetje een effect aan. Dus iets meer Bright Pink op de bovenste lip dan op de onderste. Ook een geel er nog een beetje bij. Want ja, een lippenkleur is iets roziger dan een huidstint. Dus ik gebruik ook dezelfde tinten als basis. Ik heb nu alleen met de Yellow Ochre C050 en de Bright Pink C200 van de Colorsoft van Derwent deze hele tekening uitgewerkt. Ik ben er nog niet, maar de basis staat er heel goed op. De volgende kleur is Deep Fuchsia C140. Daarmee ga ik wat extra accenten aanbrengen. Zowel in de mond, de lippen, maar ook verder in het gezicht en bij de ogen. Thank you.
De volgende kleur die ik pak is pale brown, C530. Ook met deze kleur ga ik geheel over het gezicht heen. Je ziet ook hier pak ik mijn potlood weer aan het uiterste puntje beet, zodat ik zo min mogelijk druk kan geven op mijn punt, waardoor ik een hele zachte, lichte kleurlaag kan geven. Ook varieer ik met de richting waarop ik kleur. Op deze manier bouw ik een nog mooiere kleurlaag op. Dus denk eraan, verander ook van richting met arceren. Met deze pale brown C530 breng ik over het hele gezicht dus die kleurlaag aan. Dan ga ik waarschijnlijk voor jullie iets bijzonders doen. Ik neem de ice blue C350, een lichtblauwe kleur. Die breng ik heel licht aan op de delen waar schaduw zitten. Ik doe dit omdat een koele kleur een schaduw versterkt. Ik bedoel daarmee, koele kleuren gaan naar achteren, warme kleuren gaan naar voren. Wij willen in een plat vlak diepte creëren en zullen we daardoor trucjes moeten toepassen. Koele kleuren gaan naar achteren, warme kleuren gaan naar voren. Dus een lichtblauwe kleur die je haast niet ziet, maar zich goed mengt met de onderliggende kleurlagen, zorgt ervoor net een nuance dat de kleur koeler wordt en dus naar achteren gaat. Dus vandaar die koele kleur op de schaduw plaatsen. Ik merk dat die lichtblauwe kleur misschien nog niet sterk genoeg is en neem de ultramarijn C290 om nog extra die koele kleur aan te brengen, vooral bij de ooghoeken. Heel zachtjes probeer ik die kleur aan te brengen. Doordat er natuurlijk al okergeel en bright pink zit, krijg je natuurlijk een menging van de kleur. Let wel op het moment dat je de blauwe kleur over de vele okerlagen heen brengt, krijg je een groene nuance en dat willen we niet. Dus heel voorzichtig. In deze fase van het portret
wissel ik af met de verschillende kleuren die ik gebruikt heb. Ik heb gebruikt de Yellow Ochre C050, de Bright Pink C200, Deep Fuchsia C140, Pale Brown C530 en de blauwe varianten Ice Blue C350 en Ultramarijn C290 van de Derwent Colorsoft. De laatste lagen wissel ik dit dus af om het effect nog groter te maken. Nog iets donkerder, nog iets meer schaduw, nog iets meer contrast, waardoor je diepte krijgt. Contrast krijg je door licht en donker naast elkaar te zetten. Dat is de enigste belangrijkste truc die je moet weten. Licht en donker naast elkaar plaatsen, dat zorgt voor diepte. En dit doe ik in die tinten die ik net heb opgenoemd. Verder is het een kwestie van heel veel oefenen en goed kijken van waar wil ik schaduw, waar wil ik het licht. En bouw het met lichte lagen op. Ik hoop dat ik jullie hier op deze manier heb laten zien hoe ik een portrettint opbouw. En dit is dus anders dan de timelapse die ik geef. Maar nu bijna 18, 19 minuten lang hoe ik mijn kleurlagen opbouw. Heel veel plezier met het oefenen. En ik ben nieuwsgierig wat jullie maken in mijn nieuwste kleurboek Kleurrijke Volken van de Wereld.